nacht of ik zit in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Via buurtklink.nl heb ik mijn eigen aangemeld en heb ik allemaal adressen doorgegeven van vrienden en bekenden. En die zijn ook ingestapt en zijn ze aan de kaartjes gekomen. Ik werd uitgenodigd voor om mee in de bus te stappen bij buurtklink.nl. En natuurlijk achter elkaar gedaan. En we zijn uitgeloot. Dat is helemaal geweldig. We gaan dan Guus Meeuwis. Wij hebben meegedaan met buurtklink.nl. Zeg je dat goed? Zeg je goed, hè? Ik kreeg een berichtje van een collega van mij en die had die link. En toen dacht ik van, oh, als ik daar nou plezier mee doe, dan zet ik mezelf ook in die bus vol is. Hè. Een van de zoveel bussen, dat zal het toch wel niet worden. En toen kreeg ik bericht dat we het wel geworden waren. Dus dat was eigenlijk meer geluk dan wijsheid. En zo kwamen we in de bus. Waar gaan we naartoe? Dat is iets. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant.